Van harte welkom bij TSC TV. In deze aflevering aandacht voor de wedstrijd TSC tegen Maghreb 90 uit Utrecht. We beginnen met de opstellingen van beide clubs. Op doel bij TSC Van der Sman, achterin Takasawa, Van D, Van Inge en Vierek. Op het middenveld Van Gissel, Alleskan en Noël Sanaki. En de voorhoede wordt gevormd bij aanvang door De Wind, Bartels en De Oet Bouzbiba. Dan nu de opstelling van Maghreb 90. Op doel Tatou, de achterhoede Mamri, Bergfans, Mohamedi en Samji. Het middenveld Sardi, Aanzi en Hooyer. Kalis, Dissels en Beslia, die staan in de voorhoede van Maghreb 90. TSC won in de topklasse voor de zesde maal op rij. Dit keer werd het Utrechtse Maghreb 90 met een 5-1 nederlaag naar huis gestuurd. TSC staat samen met de treffers op de derde plaats op de ranglijst, met slechts 1 punt achterstand op koploper Koninklijke HFC en het Amsterdamse AFC. Maar die laatste ploeg speelde 1 wedstrijd meer dan TSC. Het begin van de wedstrijd was voor Tek. Na 5 minuten zette Nehemia Sanaki voor van links en kopte spitsje Bartels maar net naast het doel. Niet veel later probeerde Matthijs van Gessel het van afstand. Hierna speelde het spel zich voornamelijk af op het middenveld met voor beide ploegen geen echte kansen. Halverwege de eerste helft kopte Bartels opnieuw naar een voorzet van links net naast het doel. Na 37 minuten nam TSC de leiding. De Oet Bouzbiba bereikte Bartels die met een simpele voetbeweging Nehemia Sanaki in staat stelde Tek met een harde schuiver op voorsprong te zetten. 0-1. De stand bleef maar 5 minuten op het bord staan. Toen zette Sardi Maghreb zijn ploeg weer op gelijke hoogte met Tek. 1-1. Nog geen minuut later hield Sebastiaan van der Sman zijn ploeg met een knappe redding op de been. Na de hervatting zette Maghreb TSC de duimschroeven aan. Vooral op het middenveld werd de ploeg uit Utrecht sterker. Na een uur voetbal had Bouzbiba TSC op voorsprong moeten zetten, maar schoot onbeheerst over. Niet veel later bediende Bouzbiba Bartels dwars door het centrum en Bartels faalde niet, oog in oog met doelman Antoine Gounet. Het was 2-1. Inmiddels had TSC Sven van Inge naar voren gestuurd om meer body voorin te krijgen. Het was na 70 minuten Kurtley de Wind die met een wereldgoal de wedstrijd besliste. Uit een strafschop na 75 minuten kwam TSC vervolgens op 4-1. Van Inge werd in de 16 gevloerd en Bartels vonniste vanaf 11 meter. Bouzbiba maakte er nog geen minuut later de 5-1 van. Ja.
Het laatste gedeelte van de wedstrijd moest Maghreb verder met 10 man, omdat Hassan Anzi tegen zijn tweede gele kaart opliep. Tek speelde de wedstrijd vervolgens beheerst uit. Dames en heren, namens de besturen van de voetbalverenigingen Maghreb 90 en TC, bedank u voor uw aandacht bij deze wedstrijd. En we zien u graag weer terug hier op de blok op 6 maart. Dan spelen we om 2:00 de thuiswedstrijd tegen het Haagse HBS. Sebastian van der Sman, je moest wel aan de bak. Ja, eerste helft denk ik net voor rust nog een belangrijke redding, anders kom je 2-1 achter. Je staat goed 1-0 voor en je geeft eigenlijk een doelpunt weg. Daarna niet heel veel meer hoeven doen. Nee, de uitslag doet vermoeden dat het een walk-over was, maar dat was zeker niet het geval, hè? Nee, tot de rode kaart, denk ik. Ze hebben individueel goede spelers, maar ik denk dat wij als team vandaag beter gepresteerd hebben. Ja, het gaat gewoon fantastisch. Jouw eigen spel. Vertel daar eens over. Nou ja, ik keep de laatste weken lekker. Gaat goed. En vandaag één belangrijke redding, denk ik. En voor de rest voetballend in orde. Ja, die goal van Maghreb, beschrijft die eens. Mag natuurlijk nooit gebeuren. Ja, nou ja, we hadden het er net al even over. Het is een dramatische corner van Nehemia. Die wil hem kort nemen op Matthijs. Raakt hij helemaal verkeerd. Jip, die krijgt hem alsnog op de 16 en die wil afwerken. Terwijl hij denk ik niet helemaal goed ervoor staat. Hij schiet tegen een speler aan en zij counteren. En tikkie breed. En zij kunnen vanuit onze corner scoren. Dat, Hey, het was een zwaar veld. Moeilijke omstandigheden dus. Maar ook dat kan TSC tegenwoordig gewoon aan. Ja, wij kunnen ook knokken. En ik denk dat de jongens het goed doen. Ook knokken. Maar niet over de streef gaan. Volgens mij hebben we geen gele kaart of 1 gele kaart gekregen. En, maar het was een buitengewoon sportieve wedstrijd. Ja, ik denk van beide kanten wel. Dus we vechten voor iedere meter en we vechten voor iedere bal. En de jongens, complimenten hoor. Hard gewerkt en verdiend gewonnen. Ook de complimenten voor Maghreb. Moeilijk, ze zitten in een moeilijk vaarwater. Maar die ploeg staat te laag, hè? Ja, die staan te laag. Ze hebben individueel echt goede spelers. Ik denk dat ze wel meer een team moeten worden of moeten zijn, dan kunnen ze nog meer punten halen. Maar ik denk wel dat het een team is, als het draait, dan gaan ze zeker nog wel punten pakken. Een tevreden aanvoerder van TSC? Tuurlijk. 5-6 wedstrijden op eigen rij gewonnen. Kan niet anders dan tevreden zijn. Ja, nog 11 te gaan, hè? Ja, dan ben je er. De trainer van Maghreb 90, verloren met 5-1, maar die stand die doet niet recht aan jullie spellen. Nee, ik denk het ook niet. Ik heb de jongens ook gezegd, zoals wij spelen, staan we eigenlijk gewoon te laag. Alleen ons probleem is bekend. We hebben verdedigers, hoeveel? Weinig verdedigers. We hebben veel geblesseerde verdedigers. Dus bij ons is het mankement achterin. En dat is al, sinds ik erbij ben, is al maanden. Dus dat is puzzelen voor de coach, dat ben jij dus. Het spel van jullie? Het spel ziet er prima uit, moet ik zeggen. Alleen daarin creëren we niet veel kansen. En die kansen die we creëren, moeten er eigenlijk in. Als je twee kansen creëert, moet er eigenlijk 1 in. En dat had vandaag ook het geval moeten zijn. Dan kom je op 2 voor, maar dat gebeurde niet. Nou, tot de 70e minuut ging het eigenlijk gelijk op. Zo niet waren jullie de bovenliggende ploeg. Daarna was het gebeurd. Ja, klaar. En dan moeten we noodgedwongen wisselen. En een hele organisatie om elkaar. Geen verdedigers meer. En dan moet je weer met backs naar binnen, middenvelders op achterin. En dat was bij ons het probleem. En klaar. Hoe gaat het met Maghreb verder dit seizoen? Ja, dat weet ik ook niet. Maar we bekijken van week tot week en zien wel wat we tot onze beschikking hebben. Heeft het ook nog invloed dat jullie voorzitter in problemen zit? Ja, dat heeft ook wel invloed, ja. Want hoe zit het precies in elkaar zonder tot in de details te treden? Ons voorzitter is natuurlijk iemand die geliefd is bij de club. De spelers die kunnen goed met hem opschieten en wij allemaal. En ja, als je zo iemand verliest dan, op dit moment, dan doet het wel wat met je. Nou, hopen er het beste van en succes en blijven niet opklassen. Dank u wel. Frits van den Berg, het houdt me niet op, hè? Een moeilijke dag om te voetballen, althans de omstandigheden. Maar wel gewoon met 5-1 Maghreb 90 naar huis sturen. Fantastisch. Ja, je kijkt ook wat een fitte ploeg kan. En ik denk dat wij hebben aangetoond dat we fit zijn. En dat we onder deze zware omstandigheden dat we echt een prima prestatie hebben geleverd. Maar ik moet wel zeggen, de eerste helft was niet makkelijk. Want we hebben toch op het moment dat de 1-1 viel,
uit een corner, uit een hoekschop van ons. Ja, mag natuurlijk nooit gebeuren. Nee, ja, maar goed, maar het gebeurt wel. Kijk, wij hebben een bepaalde afspraak dat er een korte corner wordt genomen. En daar hebben we balverlies en dan komt er een goal. En nog geen halve minuut later redt Sebastiaan een bal met de voet. Zijn met 1-2 kun je ook achterstaan in de rust. Nou goed, dat hebben we gelukkig in de rust ook besproken. Daar zijn we ook heel kritisch op geweest. Nou, in de tweede helft, ik hoorde Anton naast me zeggen van dit wordt gewoon 5-1. En Anton had nog gelijk ook. Ja, er was nog één die dat zei. Ik zal niet vertellen wie. Maar uiteindelijk, Maghreb 90, de ploeg verdient alle lof. Hè. Ze hebben het moeilijk. De trainer vertelde ook, ze zitten verdedigend gewoon heel lastig met de spelers. Maar het is een mooie club om te zien voetballen. Ja, absoluut. Individueel is het gewoon een goed elftal. En op het moment dat hun centrale verdediger eruit moet met een blessure. En in die situatie bij die tweede goal. Ook de keeper erbij geblesseerd raakte, dan zag je gewoon dat het moment was dat wij eigenlijk moesten doorpakken. En toen hebben we ook echt doorgepakt. En toen hebben we gezegd, oké, nou proberen we ze echt helemaal kapot te spelen. En dat is gelukt. Dus 5-1, geweldige uitslag. Kurt Lee de Wind, man of the match, een fantastisch doelpunt. En daarmee ging ook de wedstrijd op slot. Ja, het was zeker een lekker doelpunt. Het was 3-1. En toen was het wel uiteindelijk gespeeld, denk ik. Het was niet een hele goede wedstrijd van ons, vooral de eerste helft niet. Maar ja, uiteindelijk toch 3 punten pakken is toch wel lekker. Ja, de omstandigheden waren natuurlijk ook moeilijk. Hè? En voor jouw spel is dat natuurlijk dan extra lastig. Ja, ik ben iemand op een goed bespeelbaar veld. Dan kan ik mijn acties goed uitvoeren, goed dribbelen. Maar ja, als je op zo'n veld speelt, is dat natuurlijk moeilijk. Dawood zelfde aan de rechterkant. Dus het was wel moeilijk vandaag. Maar toch, onder deze omstandigheden zo'n wereldgoal maken, ja. Ja, is toch wel lekker. Ik schoot hem lekker binnen. Ik zag die keeper iets te ver van zijn goal staan. Dus ik dacht, ik probeer het en gelukkig zat hij. Hey, waar gaat dit eindigen? Ik weet het echt niet. We hebben nu gewoon echt 6-7 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Dus het gaat lekker. Als je het mij vraagt, ik zou het echt niet weten, maar het gaat de goede kant op. Sven van Ingen, op een moeilijk veld toch weer die 3 punten te pakken. En je hebt zelf een berenwedstrijd gevoetbald. Dat moet lekker voelen. Ja, het voelt heel lekker. Ik kwam 1-0 voor. Daarna met die korte corner kwam 1-1. Heel klungelig, eigenlijk net voor rust. En in de tweede helft hadden we iets best wel moeilijk nog. En toen na die 2-1 toen gingen lopen. En toen viel de 3-1 ook heel snel. En toen was het eigenlijk al gespeeld. Het geheim van die 3 punten over de streep trekken, dat lag eigenlijk aan het veld. Ja, denk ik wel. Ik denk dat hun voetballen natuurlijk individueel een stuk sterker zijn. Maar we hebben het als team heel goed opgepakt. En je kan het ook zien onze strijdlust en hoe iedereen voor elkaar werkt. Ook de invallers die er nog in komen en nog iets extra's bieden. En ik denk dat het alleen maar positief is. Ja, tot die 70ste minuut was het een dubbeltje op zijn kant. En daarna was het een gelopen koers. Ze waren moe. Ja, ze waren moe. Maar ik denk omdat wij voorstonden dat die vermoeidheid bij ons eigenlijk geen rol speelde. Maar toen het afgelopen was, toen zag je ook iedereen wel een klein beetje zijn benen heen zakken. Ik had het zelf ook al in de laatste minuut nog even druk zetten. Maar op een gegeven moment liepen de benen ook vol. En ik was blij dat het afgelopen was, eerlijk gezegd. Het waren moeilijke omstandigheden, hè, met sneeuw op het veld. Hoe voelt dat nou? Ja, het was super koud. In de eerste helft was eigenlijk, heel koud. In de tweede helft loop je een beetje erdoorheen. Ook door de stand natuurlijk. Ga je iets makkelijker spelen met elkaar. En op zich ging dat wel lekker. Is hier een sprookje in de maak? Ik denk dat het sprookje al begonnen is sinds het begin. Dat we elke keer kampioen worden. Nee, maar als we kijken naar dit seizoen? Dit seizoen zeker. Het was voor ons natuurlijk afwachten waar we gingen belanden. En als je ziet hoe we nu die punten pakken en volgens mij al 6 keer op rij gewonnen hebben. Ja, is dat denk ik ook geen toeval meer. En we moeten gewoon deze koers doortrekken. De Oetboes Biba, langzaam maar zeker komt het goed, hè? Ja, zeker. Het komt eraan. Dus 2 jaar geleden dat ik weer voor het laatst had gescoord. Dat is mijn eerste goal weer na 2 jaar. En een fantastisch doelpunt meteen. Ja, tuurlijk. Fantastisch doelpunt, ja. 2 assists. Het is een goede wedstrijd. Eerste keer weer 90 minuten ook na 2 jaar. Dus het komt eraan. Ja, je zag met tijd en wijlen dat je tegen jezelf aan het voetballen was. Maar langzaam, maar zeker in die wedstrijd, was je aan het groeien. Ja, zeker. In het begin was het nog een beetje lastig met het aanvoelen met mijn rechtshalf. Diepte en het veld was ook niet goed om die steekbal te geven. Ja, naarmate de wedstrijd voelen hun het ook aan. En je zag het, de tweede 1-2 die kwam goed aan. En assist op Jippie. Dus het is een goede wedstrijd. Ah, je wordt omarmd door het Tielse publiek, dat moet jou plezier doen. Ja, zeker. Dus, in het begin dat ik hier al was, dat voelde dat gelijk goed aan.
Je voelde de liefde. Ja, valse start toen bij Linde. Ja, tuurlijk. Maar ik bedoel gewoon dat het echt een warm nest was. Dat ik ook aangeef je eerder. Dat het echt, het is goed omarmd. Hey, de wedstrijd zelf, was het zwaar? Voor mij wel. Het is weer de eerste keer 90 minuten. Dus de laatste 10 minuten zei de trainer ook dat hij me even doorliet. Om even conditioneel en even te prikkelen. Dus voor mij was het zeker zwaar. Hey, we gaan je nog veel succes wensen in de resterende 11 wedstrijden. 11 keer winnen en we zijn kampioen, hè? Ja, komt goed. Ga ik voor zorgen. Dan nu in TSC TV de uitslagen van de wedstrijden gespeeld op 14 februari 2016. Sneekwit-Zwart tegen WKE, een verrassing 2-1. OJC Rosmalen tegen HSC 21, 1-3. Hercules FC Linde 0-0. VVSB tegen EVV 3-0. TSC tegen Maghreb 90, 5-1. AFC HBS 1-2. UNA de Treffers 0-4. En JVC Kuik Koninklijke HFC 1-3. Dan nu de stand per 14 februari. De Koninklijke HFC staat bovenaan 36 punten uit 19 gespeelde wedstrijden. AFC uit Amsterdam 20 gespeelde wedstrijden 36 punten. En gedeeld derde de Treffers uit Groesbeek en TSC bij de 19 wedstrijden gespeeld en 35 punten. WKE uit Emmen 34 punten uit 19 wedstrijden. FC Linden vinden we daar weer onder met 32 punten uit 20 gespeelde wedstrijden. VVSB heeft er 30 en UNA die besluiten het linkerrijtje met 30 punten uit 19 gespeelde wedstrijden. De eerstvolgende thuiswedstrijd van TSC is op zondag 6 maart op Sportpark De Lok. Ontvangt TSC dan om 2 uur HBS uit Den Haag. Tot die tijd speelt TSC nog 2 uitwedstrijden. Dat gebeurt op 21 februari in Emmen tegen WKE en in Haarlem tegen de Koninklijke HFC op 28 februari. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot de volgende keer.